Resortraad Munder heeft gisteravond in verband met het tweede zittingsjaar haar verworvenheden en toekomstplannen gepresenteerd. Secretaris Shailesh Ramdien zegt dat de raad in de afgelopen 2 jaren een aantal projecten die een terugkerend karakter hebben succesvol heeft uitgevoerd. Een schooltassenproject waarbij we compleet schooltassen met inhoud verdelen aan behoeftigen in het resort. En bij hoogtijdagen, waaronder Eid al-Fitr, Kerst en Diwali, dat we ook gebruik maken om pakketten samen te stellen, dat we ook behoeftigen kunnen helpen. En ook afgelopen 2 jaren bij Moeder- en Vaderdag hebben we gedacht aan, zeker als het gaat om alleenstaande moeders, alleenstaande vaders of mensen die het moeilijk hebben in het resort, dat we hun kunnen bedenken. En op de scholen, er zijn 6 scholen, hebben we afgelopen jaar ook kleine projectjes gedaan. Bijvoorbeeld plaatsen van wasbakken of donaties van boekenkasten of dat soort zaken. Dat is het voornamelijk waarmee we afgelopen 2 jaar bezig hebben gehouden. De presentatie heeft plaatsgevonden op een reguliere evaluatieavond van Resortraad Munder bij Stichting De Stem te Boerbuiten. Hierbij zijn diverse belanghebbenden, zoals buurtbewoners, districtsraadsleden, schoolleiders, de politie en sponsoren gehoord en hun mening aangehoord om te werken aan verbeterpunten. Ramdien legt uit dat de projecten van Resortraad Munder voortgang zullen vinden in het komend jaar met waar nodig enkele verbeterpunten. Onze bedoeling is dat we sowieso de komende periode, dus die projecten die er zijn, willen we in het komend jaar weer uitvoeren. En de doelgroep die er is, want vorig jaar hadden we ook onderling geëvalueerd, maar je kon niet groot doen zoals vandaag, wegens die COVID-beperkingen. Dat we dus vanuit de doelgroep die er is vandaag ook misschien ideeën kunnen krijgen om andersoortige projecten te doen. Resortraad Munder vindt het belangrijk dat belanghebbenden in de buurt constant de projecten evalueren, zodat deze verbeterd kunnen worden ten behoeve van de lokale gemeenschap.